Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamersnet Gear, waarin we elke dinsdag tech, gadgets en gear behandelen omtrent gaming. Leuk, hè? Ja, super tof. En deze week hebben we iets bijzonders meegenomen. Het is volgens voor mijn gevoel heel lang geleden dat er een console is geweest waar er een Lite versie van uitkwam. En nou helemaal op deze manier. Want ik heb het natuurlijk... Heb jij nu een voorbeeld wat mijn hele idee... Nou ja, de DS Lite. Ja, dat vind ik lang geleden. Ja, want bij de andere consoles gaan ze juist pro. Ja, ze gaan allemaal pro. Of ze gaan dan naar een soort S-model. En dat is wel iets kleiner, maar nooit een Lite. Dat woord heb ik lang niet gehoord. Nee. Ik heb het natuurlijk over niks anders dan de Nintendo Switch Lite. Leuk, hè? Het kleinere broertje of zusje? Of is dit genderfluid? Het is gendervrij. Hij voelt zich transgender. Dus hij weet het zelf ook nog niet. Hij weet het nog niet. Nou, het kleinere persoontje van deze grote jongen. Ja. De Nintendo Switch. Het is een hele bijzondere console. Het is een hele bijzondere console met heel veel... Je moet heel goed luisteren. Als jij nou mensen in de buurt hebt die niet zoveel van gaming weten... En denken eraan om een Switch Lite te kopen... Laat eens even dit item zien. Leuk dat je kijkt. Want er is veel verwarring rondom dit systeem van Nintendo. Omdat het een Switch is die heel veel functionaliteiten van de Switch... niet kan. Nee. En dat is raar. Want is je haalt raar. Functionaliteit weg van een apparaat die gewoon op een bepaalde manier bedoeld is. Er worden ook games gemaakt om on the road te spelen met losse Joy-Cons. Mm. Ja, deze heeft geen losse Joy-Cons. Nee, je kan ze wel op aansluiten. Als je losse Joy-Cons hebt, hij kan wel connecten ermee. De gist van dit apparaatje is natuurlijk de Nintendo Switch was het hele idee dat je kon switchen, letterlijk. Tussen op je televisie, in de dock. Of onderweg met jouw apparaat. En er zat natuurlijk ook zo'n kickstandje op. Zet je hem neer, kon je met losse controllers. Of je kon hem natuurlijk vasthouden. Dat was het hele ding. Dit is meer een soort iets grotere PSP. In de zin van, het is volledig handheld. Alles zit vast. Die Joy-Cons kunnen er niet af. En hij mist de hele rumble trilling HD shit. Hij mist de HD rumble. En je kunt hem niet aansluiten op je televisie. En er zit geen kickstand op, zodat je... Wat ik raar vind. Wat kost dat nou? Van alle dingen... Dus eigenlijk van alle dingen is het alleen nog maar de handheld functionaliteit van de Nintendo Switch. Dus je kan, als je een ander docking systeem hebt, kan deze ook niet op. Het is echt alleen... Hij kan niet op je tv. Hij kan niet op je tv. Oké, dus ik dacht... En hij is 100 euro goedkoper dan de normale Switch, ongeveer. Dus, even een beetje samenvatten. Het idee is dat deze eigenlijk echt de handheld versie van de Switch. Dat moet het voorstellen. Dus het is de 3DS van de Switch. Het is alleen voor onderweg bedoeld. Ja. Kijk, maar dan begrijp ik dat je het niet kan docken. In de zin van, je gebruikt het alleen onderweg. Daar is het voor bedoeld. Dat is de filosofie erachter. Maar wat ik dan weer niet begrijp is dat de Joy-Cons er niet af kunnen. Want dat vind ik echt zo'n soort van... Ook dat je onderweg Mario Kart tegen elkaar kan spelen. Bijvoorbeeld allebei eentje natuurlijk. Ja, maar het is ook wel raar dat er nog geen kickstand op zit. Dat is ook vreemd. Dus het is echt voor... Het is eigenlijk bedoeld voor de singleplayer ervaring on the road. Ook en, singleplayer dus. Ja, want er zit geen kickstand op. En je kunt wel Joy-Cons op aansluiten, maar dan moet je die weer los kopen. Anywho, het is voor de singleplayer guy... of girl of kid die dit on the road wil spelen, terwijl je thuis misschien al een Switch hebt staan. Okay. Dus het is dat bedoel ik. Hij heeft heel erg veel soort van gebruiksaanwijzing nodig, omdat het eigenlijk de filosofie van de Switch, bam, er is heel weinig Switch aan. Is er heel weinig Switch aan, behalve dat je gewoon de Switch games ermee kan spelen. Alle Switch games. Ja, je kunt alle Switch games ermee spelen. Alleen sommige Switch games, bijvoorbeeld One to Switch of Mario Party, die een aantal modi heeft waar je de rumble bij nodig hebt. Dat trillen. Weet je, ze doen het wel, maar sommige functionaliteit wordt er dan uitgehaald. Zo wil ik bedoelen? Ja, dus het is het enige switcher aan is het softwarematig eigenlijk. Ja, dat is waar. Alle games kunnen draaien. Er staat op de achterkant van Switch hoesje staat, als het HD Rumble heeft, staat bijvoorbeeld achter op de Switch hoesjes. Dus dat weet je dan. Daar moet je echt op letten. Daarom zei ik ook aan het begin, let even op als je een ding wil kopen. Want er zitten best wel wat nadelen aan. Behalve dat hij 100 euro goedkoper is ongeveer. Dus dat betekent dat hij 250 is. Hij is 230. 230 euro. Okay. En kijk... Dan komen we bij mij, want ik vind het een heerlijk apparaat. Maar dat komt omdat ik het luxe paardje ben die twee Switchen heeft nu. Ik vind de normale Nintendo Switch, ik speel die zelf op handheld modus. Ik vind heel veel games veel toffer op groot scherm. Ja. En ik vind ook die controllers, hoe die los kunnen. Weet je, ze hebben ook af en toe een beetje connectieproblemen. Ik vind het een beetje...
ja, bouwwerkerig. Snap je wat ik bedoel? Het is net niet smooth genoeg. Ja. Het is net niet smooth genoeg. Ik speel deze nu voor on the road. Ik gebruik deze nu, dan ga ik mee op pad. En vervolgens als ik dan thuis ben, dan ga ik verder op mijn gewone Nintendo. En dat zingt allemaal via de cloud. En... Nou, dat heb ik dus nu uitgeprobeerd, want dat is waar een beetje het bij mij viel of stond. Ja. Vast. Ja. Want ik vind het wel belangrijk dat als ik zeg maar deze on the road ben en ik kom terug thuis, dat het gewoon weer zingt. Ja. Nou, dat kan via Nintendo Switch Online. Dat ga ik even bij je uitleggen. Nintendo Switch Online is de abonnementsdienst van Nintendo. En wat je kan doen is, je kunt als je meerdere Switch hebt, een primaire console en een secundaire console maken. Okay. Heel belangrijk voor de kijker thuis, mocht je deze als tweede console gebruiken. Dit wordt jouw primaire console. Je denkt, mijn thuisconsole wordt mijn primaire console. Nee, dit wordt jouw primaire console. Want jouw secundaire console moet je DRM checken. Die moet weten of jouw account echt van jou is en of dit wel echt de secundaire console dat is. Dat wil dus zeggen dat jouw primaire account ook offline te gebruiken exact. Is. Exact. Mijn primaire account is offline te gebruiken. Ah. Secundair dus niet. Dus als ik nu op mijn oude Switch, die nu mijn secundaire Switch is, als ik The Legend of Zelda Link to the Past opstart, zal die 2 seconden zeggen, checking if you are allowed to play this game. Online. Okay. Online. Dat even online kijken, mag het? Klik, dan mag het. Het duurt echt 2-3 seconden, meer niet. En dan kan ik vervolgens zeggen. En met mogen bedoel je dat hij online checkt of jouw account het spel heeft gekocht of niet. Voilà, of digitaal heeft aangeschaft. Oké. Exact. Ja. Dan je save games. Ja. Dat werkt iets lastiger, want je kunt je save games absoluut overzetten van deel 1 van de ene console naar de andere. Ja. Want het wordt ook opgeslagen in de cloud, alleen dat moet je elke keer handmatig doen. Oh, dat is oké, dat is dus wel mijn Legend of Zelda Link to the Past staat nu hierop. Dus als ik vanavond verder op mijn grote scherm, of Link to the Past, Link's Awakening. Als ik vanavond op groot scherm verder wil, moet ik even in de menuutjes even verzenden naar die. En is dat... Is nee, het is niet lastig, het is heel makkelijk. Het is 3 kliks, maar... Het is 3 kliks, maar dat is wel even net, dat denk ik van Nintendo, misschien voor de toekomst, gooi er een cloud save overheen. Want dan kun je echt het gesynct hebben. Dus het staat wel in de cloud, maar laat het ook echt continu kalibreren. Maar goed, jij bent degene, er zullen veel mensen zijn die hebben nu de grote Switch. Die zitten er wellicht over te denken om de kleine Switch dan ook te kopen. Maar ik kan me voorstellen, er zijn ook misschien een heleboel mensen die kijken, die hebben helemaal nog geen Switch. Ja. Voor wie is deze Switch? Ja, deze Switch is voor mensen die kinderen hebben en thuis een Switch hebben en een kleine zeurt om een eigen Switch. Hij is natuurlijk robuuster, echt absoluut. Hij is minder breekbaar. Het is echt een absoluut heel robuust apparaat. Ik vind de turquoise versie ook zelf heel erg mooi. Ik vind het design... Zeker. Veel mooier en strakker dan dat van de gewone Switch. Het voelt inderdaad, wat jij zegt, als een goede PS Vita aan. Mm-hmm. En hij is steviger. Hij is 2 centimeter kleiner qua beeldscherm. Maar goed, dat valt absoluut. Dat is iets strakker is die. En als jij dit als je enige Switch koopt... Kijk, waar ik heel erg bang voor ben, ik wil dat je weet wat je koopt. Dus als je dit als tweede Switch koopt, of je weet gewoon precies wat de functionaliteit is van deze Switch en je koopt hem bij weten, prima, go your gang. Hij is mooier dan de originele Switch, vind ik. En hij kan heel veel wel. Alleen ik wil gewoon, wat ik probeer te voorkomen met deze video, is dat mensen per ongeluk deze kopen, terwijl ze dachten dat deze gewoon gedocht kon worden. Juist. En dat is die voorlichting die gewoon nu even heel belangrijk is. En ik vind het een beetje raar dat Nintendo... Wat kost het om hier een kickstand op te zetten en wat kost het om dit te laten verbinden met je fucking televisie? Snap ik ook niet. Want ik snap het niet. Wat je nu heel erg mist, denk ik, met deze Switch is... wat ik me heel goed voor kan stellen is wellicht inderdaad wat je zegt. Als jij een gezin hebt met 2 of 3 kinderen en je wilt liever dat ze ieder hun eigen console hebben... omdat gewoon, zeg maar, een televisie delen gewoon vervelend is of dat het lastiger in te delen is. Kun je parental guidance ook lekker... Vanaf de hoofdswitch kun je hier lekker je parental guidance op doen. Dus kun je de Switch ook nog eens controleren. Dan snap ik dat je er misschien 2 of 3, weet je, hij is ook iets goedkoper. Vind ik hem nog steeds redelijk aan de prijs, weet je, €230. 2-3 keer ben je toch al aardig wat kwijt. Maar wat ik dan wel vreemd vind, is dat je hem dus inderdaad dan niet kan dokken. Waardoor je dus, het lijkt een beetje alsof het net het doel mist. Want het is handheld, oké, ala. Maar ik denk dus tegelijkertijd, omdat de ouders... Het is niet alsof de oude Switch niet handheld kon. Nee, precies. Dus je zou denken... Het geeft geen nieuwe features. Nee, je wilt juist een goedkopere, zodat je bijvoorbeeld meerdere kunt kopen voor gezinssituaties. Of als je zelf liefst een tweede Switch wil, of weet ik veel. Maar dan werkt dus het Cloud 7 gaat niet automatisch. Nee. Dus daar werkt het niet echt heel lekker in. Je kunt hem niet dokken. Dus je kunt niet, zeg maar, als je 2 kinderen hebt, allebei een Switch geven. En als Pietje op school is, dan kan Marietje dokken en op de televisie spelen. Zit geen kickstand op voor Mario Kart onder rood? Zit inderdaad geen kickstand op voor als Pietje op school is en met de Joy-Cons met zijn vriendjes Mario Kart wil doen op het schoolplein. Ja. Dat zit er ook niet op. Maar daarom is het goed dat wij hier een Games at Gear van maken. Ja, dan is want dat duidelijk. Ik vind het een mooiere Switch. Ik speel hier on the road heel veel mee. Sterker nog, ik neem hem nu liever mee. Ik reis tegenwoordig vaker met de trein. Dus ik neem deze liever mee dan mijn gewone. Want nu denk ik er ook meer aan. Van, oh ja, ik heb die mooie Switch voor on the road. Snap voor mij is het een fantastisch product.
Alleen ik besef me terdege dat dat ook komt omdat ik een tweede Switch heb. Namelijk een gewone Switch voor mijn televisie. Dus verdict zou je... Verdict een raar ding. Het is een beetje als de 2DS van Nintendo, weet je, ze komen met 3D. Dat is dan functionaliteit. Zelfs functionaliteit die ze in sommige games echt hebben gebruikt. Mm-hmm. Vervolgens komt er een paar jaar later, dan komen ze met een goedkoper model die die functionaliteit, godnom de kut, de naamdrager 3DS en Nintendo Switch, de naamdragende feature is weg. Gone. Je kan dus niet meer switchen. Sum up, console ziet er fucking mooi uit. Ik vind het iets kleinere beeldscherm zelfs ook nog iets vetter, omdat het daar iets meer gecompressed is. Hè? Dus de graphics lijden iets mooier. Cool. Ja. Ik vind het een ontzettend leuk apparaat. Alleen, het is geen Nintendo Switch meer, maar het is een van de drie Nintendo Switch features. Console. Console. Dus het is een... Ik weet niet wat ik daar aan toe moet voeren. Het is een Nintendo Switch zonder Switch. Ja, dit is wat het is. Net als dat de 2DS en 3DS was zonder 3DS. Nou, ik denk mooi. Het is gewoon raar. Raar apparaat. Wel, maar ik speel wel veel mee. Ja, het is gewoon heel precies. Waar. Dus is gewoon de stevigere handheld, niet Switch. Ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat het is. Kijk, ook al mijn... vind ik ook leuk. Ik heb nu mijn Nintendo, mijn NES games er ook op zitten. Oh. Dat is superleuk voor onderweg. Dan ga ik gewoon een beetje NES onderweg. Ja, dan ga ik gewoon... dat kunnen bedenken. Toen ik min 10 was. Ja, nou, maar ik kom ook uit de Wii U-tijdperk. Dat was de voorloper van de Switch. Weet je nog, vroeger hè? Dat je je console eerst aan moet zetten. Oh. En dat je de docking of je controller niet mee kon nemen. Ergens anders zetten. Wat, zo weird. Nou, ja, heel weird. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Nee, we hopen dat iedereen een beetje... Ja, dat dacht ik al. Even over kijken, hoe leuk dat het was. Nou, moeten we dan weer dat er nog achteraan? Nee, maar, ja, doe maar, is leuk. Ja? Ja, we wel zien hoe jij dat kan. Nou, let op. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ready. Kom ik weer iets naar voren, let op. Ja, ja. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Hoor je wat ik deed? Ik ging nu iets naar achter, zodat het effect dat jij naar voren gaat extra groot is. Nou, gaan we nog een keer. Oké. Okay. Ja. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken bij deze Games & Gear. Volgende week dinsdag zijn we er weer. We hopen dat je een beetje iets bent opgeschoten over de Nintendo Switch. En dat je dus weet de ifs en de hows. En dat het eigenlijk een beetje een heel vreemd apparaat is. En voor een select groepje misschien wel heel erg geschikt. In ieder geval nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En hou volgende week de Sega Mega Drive Mini. Oeh, de Sega Mega Drive Mini. Dat is een retro console. Volgende week. Zo, Jesus. I asked for the news, not the weather. Spuugde ik? Ja, echt spugen. Ja, ik spuugde in je gezicht. Ja, dat was boos ook. Nee, dat was per ongeluk. Sorry, man. Nee.